doet u dit zien? Ik kan er geen genoeg van krijgen, maar dat is een lang verhaal. Ik zou zelfs terug kunnen gaan tot de Vikingen. En zelfs nog verder. We kunnen vertellen over Willem de Veroveraar, de hertog van Normandië en de koning van Engeland. Hoe dan ook, overal waar je komt, vind je de rijkdom van dit verhaal terug. Ik zie alleen maar dingen die me inspireren. Het zijn de 1001 details die het verschil bepalen. Ik hou van de Calvados om zijn rust. Maar dat is slechts schijn. Alles is veranderlijk, weet je? Het was hier, op deze stranden, dat de slag om Normandië is begonnen. Op die day, in de zomer die tot de vrijheid zou leiden. De herinneringen en de hoop op vrede worden hier levend gehouden. Je zou natuurlijk ook het ruime sop kunnen kiezen. En wanneer je weer aan land komt, uitgebreid kunnen gaan eten. De natuur is overvloedig en heel gevarieerd. De beste specialiteiten van Normandië worden in de Calvados geoogst. Hier is van lekker eten houden geen zonde. Vervolgens ga je verder met je wandeling, over heuvels en door dalen, door de wouden en de bossen en door de dorpen, bij voorkeur over zijwegjes. Op de paden, door de bossages van het land van Auxerre, zul je de echte levenskunst ontdekken, te midden van een uniek behouden erfgoed. Je kunt te voet, te paard of op welke wijze dan ook op avontuur gaan. Vergeet vooral je ouders. En je grootouders niet. Te land, ter zee, in de lucht of op het strand. Een verblijf met de hele familie wordt u van harte aanbevolen. De Calvados biedt u een bijzonder groot gamma aan activiteiten. Als je eens wist hoeveel schilders er voor mij hier zijn komen zoeken naar de onvergelijkbare lichtval van deze kusten, aan ieder zijn eigen romantische droom. Jij wordt vast naar de podia van Deauville met zijn filmsterren en glamour naar Wonderland. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, want de reis komt nu ten einde. Maar het was een film. Weet je de titel nog? De Calvados. Normandië bij uitstek.